zenleraar ben ik niet zen genoeg en voor de christen ben ik niet christen genoeg. En ja, je maakt toch een eigen... Uiteindelijk kom je toch bij jouw eigen dharma uit. Niet bij de dharma van Benedictus, niet van de dharma van Sakyamuni, maar bij jouw dharma. Wat moet jij aanreiken aan een mens, de mensheid in onwetendheid, in haat, in begeerte gevangen, in wanen gevangen. Uiteindelijk kom je toch uit bij iets heel persoonlijks. Van de andere kant ben je inderdaad veel, veel alleen, ja. En is dat ook iets dat je op je moet nemen? Dat hoort bij de weg. Zen weegt zo red leuch toen, Zen de weg naar de verlichting van Pater Lassalle. Dat heeft voor mij wel een heel grote indruk gemaakt. En dan de ontmoeting met een man zelf, die nog beter was dan zijn boek. Dat was echt een heel bijzondere man. En dat is voor mij wel een heel belangrijke brug geweest. De ontmoeting met Pater Lassalle en daar ben ik jarenlang ook bij in de leer geweest. Die ook heel vroeg heeft gezegd, goh, je moet naar mijn meester in Japan gaan. Je moet niet alleen... Christenen die heel diep in die zen-traditie, maar je moet die, the real thing, je moet ook de echte zen-mensen leren kennen. En toen, in dat eerste contact, ging dat nog niet om de omstandigheden hier, toen kon ik nog niet naar Japan gaan. Later hebben ze me dat dus wel gelukt, in het verband met interreligieuze dialoog. En ben ik daar ook heel blij met, dus echt die boeddhistische leraren die me toch heel veel gegeven hebben. Deze discipline kan mensen helpen ook in te wijden in deze stilte. Hè? In dat objectloze schouwen. Dat schouwen zonder naar iets te kijken. Gewoon dat, die diepe inkeer en verstilling. En die samadhi, die zanmai. Dat is natuurlijk bij mij wel heel rap iets geweest van dat is zoiets kostbaar. Mensen daarin helpen daar zelf in de poort binnen te gaan van die inkeer, van die verzameling. Dat ik eigenlijk heel rap eigenlijk toen had ik nog niet gedacht, ik word zenleraar of zo. Maar toch wel, ik wil daaraan meehelpen, hoe dan ook. De tuin is leeg. Het hart van een kloostercomplex is een tuin die leeg is, waar niets in gebeurt. En waar de gebouwen waar de monniken in leven rondom gegroepeerd zijn. Goh, wat is nu belangrijk in ons leven? Dat vind je dus terug in de structuur van een abdij. Wat is voor u eigenlijk belangrijk in het leven? Alles. Ja. Alles. Kunt u dat uitleggen? Ja. Alle religieuze training, alle religieuze discipline, alle religieuze oefening is natuurlijk geviseerd op het waarderen van de totaliteit van het leven. Wat is belangrijker?
100.000 mensen bereiken door een religieuze verkondiging of een kopje thee afwassen. Wat is belangrijk? In wezen is daar geen verschil in. Al onze religieuze oefening is eigenlijk bedoeld om alle oefening weg te laten en de spontaniteit te hervinden van het kind. De spontaniteit van het echte mens zijn. Kom. Voor mijn eigen rijping, voor mijn eigen spirituele zoektocht, was die vorming tot zenleraar is heel belangrijk geweest. Heel dat Koan-programma, die Koan-studie. Dat heel lange proces van voortdurend gecheckt worden door uw leraar, voortdurend in strijd te gaan om te zien waar zit ik vast, waar doe ik mijn ego-ding, waar kan ik loslaten. Maar dat is een heel belangrijk proces van mij geweest. Dus een beeld van ons lief vrouw dat de laatste gebedsdienst verlicht wordt. En waar de monniken dan een soort hymne voor zingen. Gebed, studie, ambtenarbeid en daarboven links zit je twee monniken die elkaar omhelzen. Welke vindt u het mooiste? Nee, daar heb ik nooit bij nagedacht wat het mooiste zou zijn. Dat is zo'n onafhankelijk geheel. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de liefde, hè, wat je in het boeddhisme het mededogen. De karuna. Daar gaat het allemaal om. Als het allemaal niet leidt tot die onbevangenheid van de liefde, die spontaneïteit van het, nou, dan is het allemaal niks waard. Dus de omarming? Ja. Als symbool, hè. Een jonge monnik die een geestelijke begeleider kiest bij de oudere monniken en dan zijn hart opent. Dat is een oude traditie, de exagoreus is in het Grieks, de openheid van de gedachten naar je geestelijke vader. Dat is ook een eerbiedwaardige traditie, maar die wel een beetje, nou ja, die minder formeel georganiseerd is als bijvoorbeeld in een zentraining. In een zentraining is dat heel formeel alle dagen gaat je drie keer naar uw leraar. Hè? Ook al heb je niks te zeggen, je moet die drie keer gaan zien. Ook al is dat heel frustrerend en moeilijk. Hè? In die zin is die traditie van geestelijke begeleiding ook bij ons, in ons milieu nog levend, maar minder formeel. Monnik probeert je inderdaad toch te bidden, hè, en die beschouwing een beetje in praktijk te brengen. En er waren ook bepaalde ervaringen in mezelf die ik dus niet goed raad mee wist. Die wel heel bijzonder waren, maar die ik niet goed raad mee wist. En ik heb dus geestelijke begeleiding bezocht in het christelijke, bij priesters of bij geestelijke begeleiders. En die niet eigenlijk gevonden. Blijkbaar was er dus in die tradities van het Verre Oosten, en heb ik heel veel gehad aan het hindoeïsme ook hoor, was daar een know-how, een gesedimenteerde kennis van die innerlijke processen van het bewustzijn, die meer uitgewerkt was dan in de westerse traditie, hoewel die in de westerse traditie ook heeft bestaan. En is daar, heb ik bij wijze van spreken, zo, ja, vanuit de nood aan spirituele leiding en begeleiding is eigenlijk mijn contact met boeddhistische meesters ontstaan. In de praktijk, dus als ik onderricht geef of ik zit van aanschijn tot aanschijn met iemand die
bij ons mediteert, dan is dat geen probleem. Er zijn alleen maar... het is wel een probleem als je de twee doctrines een soort synthese zou willen maken op intellectueel niveau. Is dat echt moeilijk? Het is echt een heel ander systeem. Ze zijn zo vreemd voor elkaar, boeddhisme en christendom. Ze hebben nauwelijks raakpunten van de metafysica die eronder ligt. Dus op het niveau van het rationele, verstandelijke, discursieve denken is daar... Moet je dat ook niet doen, naar mijn gevoel. Ervaringsmatig is natuurlijk een ander verhaal. Die eenheid is de eenheid. Je kunt daar een etiket God op plakken, of je kunt daar een etiket Buddha Nature op plakken, of wat dan, hè? Of Tao, of wat ook. Dat is natuurlijk iets anders. Er is geen boeddhistisch water, er is geen boeddhistisch christelijk water, het is alleen maar water. Dus dat absolute, dat waar het om gaat, is natuurlijk, dat heeft geen kleur, geen naam. Het is voorbij alle namen. Het is een levende werkelijkheid waarin leeft. Die dus nog boeddhistisch is, nog christelijk, nog hindoeïstisch, nog... Dus de problemen zitten niet op het niveau van de ervaring, op het niveau van de verlichting, zou ik maar zeggen, van de mystieke ervaring. Daar is geen probleem. Daar zijn nooit problemen. Het probleem is dat we gaan vertalen in onze cultuur, en dan komen er inderdaad veel problemen. En het was ook voor mij, omdat ik natuurlijk toch mijn roots heb in die christelijke religie, in die christelijke godsdienst, is dat niet eenvoudig geweest om... Want je bent daar ook aan geëcht. Dat christelijk huis heeft een zekere schoonheid, de liturgie, die prachtige metaforen, beelden, riten, symbolen van de christelijke de literatuur, de mystieke literatuur die me heel dierbaar is, die christelijke mystieke literatuur. Daar is ook een soort, dat is mij vertrouwd, dat is eigen. En ik heb bij wijze van spreken in mijn training als zenleraar heb ik dat ook moeten verlaten. Leaving home in die zin ook mijn spirituele huis moeten verlaten. En daar heb ik eigenlijk, en dat is heel moeilijk om erover te praten, daar heb ik best erg om gerouwd. Want dat was een mooi huis. Als je de geestelijke weg consequent gaat, moet je ook dat verlaten. En word je thuisloos in de echte zin. Ik verlaat mijn christelijk huis en ik ga naar een boeddhistisch huis. Maar dat is ook mijn thuis niet. Ook een prachtige wereld hoor. Het ultieme is voorbij. Het is transconfessioneel. Dat is zo puur dat het... En daar, ik denk dat dat de grote weg is die wij moeten gaan in de komende decennia en eeuwen van... Nou ja, kunnen wij naar die transconfessionaliteit gaan zonder het kind met het badwater mee te gooien? Want die contemplatieve cultuur moet blijven. Die boeddhistische ervaring moet blijven. Zonder mensen terug te vangen in dogmatische of conceptuele kluisters. Maar je moet het wel bemiddelen, je moet daarover praten, Dharma moet verkondigd worden, het evangelie moet verkondigd worden. En toch moet je daar, weet je, dat is een heel moeilijke positie. Waardoor je ook de neiging hebt van, is het niet beter om überhaupt te zwijgen? Boeddha was geen boeddhist. Christus was geen christen. Die was zichzelf. Die was Jezus, die was Siddhartha, die was Gautama. Dat was, weet je, dat is zo puur. Dat later hebben wij er natuurlijk weer een hele religie mee gemaakt. En dat is oké, hoor. We kunnen niet anders. Dat moeten we ook doen. Dat zijn hulpmiddelen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is daaraan voorbij.
Gate, gate, para gate, parasam gate, bodhisattva. Dus het einde van de aardse, dat is overal aan voorbij. Strakke geordendheid van een zen-tempel, dat heel esthetische, dat echt werkelijk prachtige tempels zijn dat. En dan kom je achter de façade en dan vind je daar een agnebisch zootje, juist zoals hier. Dat vind ik zo leuk, weet je wel. In de wasserij en de... Hè, dat is ook een plaatsen die erg lijken op dit, hè, werkplaatsen. Ongeordend en... Wie ooit in een zenklooster is geweest en een van de ouderlingen of de hoofdmonnik, de Jikijitsu of de meester zegt iets, daar wordt altijd direct gehoorzaamd. Hai! En ze doen dat. Hè? De meester zegt en het bevel wordt uitgevoerd. Dus die, wat eigenlijk ook in de regel van Benedictus staat. De gehoorzaamheid die moet zo bij wijze van spreken, het bevel wordt gegeven en het wordt al tegelijk uitgevoerd. Oh. Er is geen ego tussen. Er is niet meer ja, maar, ik, mijn eigen ding en waarom. En, oh. Hè, dus zodat... Dat zelfeloze invoegen, ja. Dat was zeer spectaculair. Voor de meeste westerse monniken die een zenklooster, of monialen die een zenklooster bezochten, was dat heel opvallend, deze beleving van de gehoorzaamheid. Benedictus bijvoorbeeld, die raadt ons aan om met de zaken van het klooster, de voorwerpen, de werktuigen, de dingen die we gebruiken, heel zorgzaam om te gaan. Als altaarvaatwerk, alsof we heilige kelken zouden bedienen. Ook met een hamer en een gereedschap. Zo eenzelfde zorg voor de dingen zelf. Hè, een eigen waarde, zeg je, de innerlijke vlam van de dingen. Dat vind je natuurlijk ook heel erg in zenkloosters. Dat respect voor een beetje water, het respect voor werktuigen, het respect voor harken en schoffels en bezems. Ja. En daar ook zorgzaam mee omgaan, alsof ze als het ware een innerlijke persoonlijkheid hadden. Het verschil tussen een zenklooster en de arbeid hier. Hier is de arbeid echt arbeid. In die zin, er is lawaai, er is overlast, er is machines. Ja, ja, ja. En er wordt in zenkloosters ook heel hard gewerkt hoor. Met heel veel toeleg en heel veel inzet. Maar het is veel ritueel. In die zin van, je doet... Hè, dus, het is meer schoonmaken, ja, zelfs, juist, al is het bijna schoon. Ja. Terwijl hier moet het echt opbrengen. Je moet ook efficiënt werken. Op dat moment kunt jij eigenlijk de... uw verwarring, uw wanen, uw angsten overstijgen door het helemaal geconcentreerd in one-pointedness, in die één aandacht voor wat je bezig bent. Dat kan u bevrijden van allerlei innerlijke rommel die anders uw waarneming, uw perceptie... Het gaat natuurlijk om dat zuivere hart. Het gaat om die bron van vreugde te bevrijden, van mededogen, van liefde, van waarheid eigenlijk. Geconcentreerde arbeid, gehoorzaamheid, is daar een machtig middel voor, in Oost en West. Dus wij zijn dus geen bedelmonniken, hè, zoals de boeddhisten bijvoorbeeld wel, de meeste boeddhistische monniken ook. Hè. Zowel van het Theravada als van het Mahayana zijn toch eigenlijk in wezen bedelmonniken. Hè. Die leven dus van de giften, van de gaven van... In onze regel, in de westerse traditie, is het werken van het leven van het werk van uw handen. De kuddes zijn zo samengesteld dat ze eigenlijk een afbeelding zijn van wat in de natuur ook gebeurt. Hè? Dus met stier en kleine kalfjes die de melk van de moeder drinken. Maar uiteindelijk beëindigen ze toch, jammer genoeg, in de vleesindustrie. Hè? En dat, dus Brabanthoenders en nog kraaikoppen, rassen die eigenlijk oorspronkelijk hier leefden en die je nog op schilderijen van de 17e eeuw ziet, dat we die eigenlijk dat potentieel willen proberen te bewaren. Dat niet allemaal één soort kip is die een soort legfabriek is.
maar ook de variëteit, ook al leggen ze minder en zijn ze minder productief, maar omwille van hun eigen persoonlijkheid, hun eigen karakteristieke aard en die biovariëteit te handhaven. Ten slotte is het, dat geheim drukt zich ook uit in die oneindige verscheidenheid van levensvormen. En ja, ik vind dat wij er als monniken ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ook al is het dan niet, heeft dan niet eerst een economisch rendement. Dit is speldroog van eigen bedrijf. Ze hebben biologisch dus. Dit is gewoon het volkorenbruin rood. En dan heb ik ze echt speciaal. De grote aardappel. We zijn ook vegetarisch, hè? Wij hebben die oude traditie behouden vanuit het begin. Christelijk monarchisme, de meeste religieuzen hebben dat losgelaten. Wij zijn nog altijd vegetarisch. In de praktijk zijn koans, wat ik nu zeg klopt niet, maar om het duidelijk te maken, zijn eigenlijk een soort raadsels die geen logische oplossing hebben. Daar kun je 100 jaar op nadenken, daar vind je nooit de oplossing. Dat wil niet zeggen dat die geen oplossing hebben. Die hebben natuurlijk een oplossing. En het is zaak om die oplossing echt te vinden. Maar die oplossing die komt uit een heel diep niveau van ons eigen bewustzijn. Daar waar we weten. Het eigenlijke van de koan is dat het de structuur zelf van het leven onbegrijpelijk is. Dat het niet klopt. Dat het iets heel schrijnends in mijn leven is, dat ik niet kan oplossen. Wij hebben allemaal van die levenspijnen en levensraadsels die we heel ons leven meedragen en waar we geen oplossing kunnen voor vinden. Ik heb daar uren over nagedacht, nachten over wakker gelegen en er is geen oplossing. Het klopt niet dat kinderen misbruikt worden. Dan mogen we er nu nog 1000 jaren over nadenken, dat hoort niet. Wat gebeurt wel? Er zijn ze van die heel diepe dingen die dus schrijnend zijn, hoe dat, hè, om het dan christelijk te zeggen, hoe dat te verzoenen met God als liefde. Met de boeddhanatuur die puur is. Hoe de boeddhanatuur die puur is. Je moet eens in Oeganda gaan zien. Je moet eens in Burundi, in Rwanda gaan zien, waar mensen met honderden strot zijn afgesneden. En eigenlijk, daar gaat natuurlijk het werken met koans om. Kun je inderdaad de dualiteit doorbreken naar een soort verzoening die heel diep is en die eigenlijk mij helpt in mijn inzicht in de werkelijkheid, ook al kan ik die niet verwoorden. En wat nog belangrijk is, die mijn bronnen van mededogen en liefde en meevoelen met een lijdende mensheid aanspreekt. Want ik weet dat jouw lot is. Ik weet dat jouw lot is en ik weet dat mijn lot is. Dus in die zin is een koan een initiatie in de realiteit zoals ze is. In zijn paradox, maar ook in zijn verzoening. Dat is een heel oude, eerbiedwaardige techniek die praktisch in alle spirituele tradities is. Mantra. Wat is het beste onderricht? Dat is aangepast onderricht. Iemand die een alcoholprobleem heeft, moet proberen te helpen met te stoppen met drinken. Dat is het allerbelangrijkste. Niet uitleggen van de 3 lichamen van de Boeddha, Dharmakaya, Sambhogaya. Je moet het niet doen, je moet stoppen met drinken. Er is geen leer die ik moet verkondigen. Er is mensen te helpen de volgende pas te doen. Daar gaat het om. Dat is al. Laten we bidden, zusters en broeders, voor de intenties die ons zijn aanbevolen. Voor een goede reis naar huis en nieuwe inspiratie. Ik heb daar wel eens last mee gehad in de verkondiging ook, van durf ik nu echt zeggen wat ik denk. Dat is zo schokkend. Je weet wel eens dat ik een verkondiging in de kerk deed, want ik ben ook priester, Een verkondiging in de kerk, een oude broeder naar mij kwam en die zei, dat mogen we nu nooit meer zeggen hoor, zoiets, weet je wel. Alsjeblieft wil je dat nooit meer zeggen, zoiets. Ja, ja. Zulke dingen, dat ja.
Ik voel wel dat ik daar steeds meer mezelf in word. Hè. Maar onlangs is het toch ook een pater in Duitsland tot de orde geroepen door Rome. Zijn dat ook dingen die voor u als een zwaard van Damocles boven de hoofd waren? Dat kan. Ja, dat is niet uitgesloten. Bent u er bang voor? Bang niet. Ik weet, want die pater dat is een heel dierbare kennis van mij. Ik weet wat een drama dat is. Als je hele leven gewijd hebt aan een bepaalde... We zouden zeggen aan het Koninkrijk Gods of aan het Dharma, wordt het ook formuleerd. Je hebt heel dat aan dat spirituele, aan dat te bemiddelen voor de mensheid. En dan word je uiteindelijk niet gezien en niet gehoord en niet begrepen. Dat is iets heel tragisch. Nu is dat een heel grote... spirituele mens hoor. Maar die tragiek daarvan heb ik natuurlijk heel nabij beleefd ook. En nou, je weet nooit. We hebben een heel aparte ritus voor de begraving. Hè? Dus elke relief. Wij worden dus begraven zonder kist, zo in de grond gelegd, in onze pij. Heeft de dood nog iets beangstigends voor u? Wat zal ik zeggen op mijn sterfbed? Ja. Nou, ik denk het niet, nee. Maar er naar uitzien is misschien ook wat? Nou, nee, soms kan ik daar echt naar uitzien. Ja? Ja. Ja. Maar zonder een soort morbide doodsverlangen of een soort depressieve, suicidale neiging, die je elke mens ook ziet hoor. Ja. Maar nee, soms kan ik daar echt naar verlangen. Omdat de vorm, hè, die het vormloze nu aanneemt, hè, dat is oké, maar dat is ook soms gevangenis, dat is ook soms beperking. En iets ervaren van dat oneindige, grenzeloze, stille is natuurlijk toch een, zeer troostend. Ja. Denk ik. Als de geest daarvoor rijp is, kan elk ervaring, elk moment kan dat triggeren, kan dat in gang zetten, deze ervaring van. Hè, waar even de sluier gebroken wordt en waar je weet, heel duidelijk weet. En als je dan vraagt, wat weet je, dan weet ik weer niet wat zeggen, maar je weet. Er is een soort zelfevidentie dat weet, ook als heel de wereld zegt, het is niet zo. Er is een weten, er is een heel diep weten. Ook een heel diepe verzoening, ook een heel diepe, weten dat je niet uit die werkelijkheid kunt vallen. Om het vroom te zeggen, je kunt niet uit Gods hand vallen. Je bent zo geborgen, je kunt niet uit de hand van de Boeddha vallen, kan niet. Je bent die realiteit ook. Even bewijzen, het zijn beelden hoor. Even een bewustzijn dat je als kleine golf, dat je puur oceaan bent, dat je niks anders dan oceaan bent.